leden van het nieuwe kabinet. Die basisbeurs die moet zeker blijven. We gaan niet 30 jaar terug in de tijd hier in Nederland. Studenten moeten al veel lenen. Als je ook eens keer de basisbeurs afpakt, dan maken we helemaal veel schulden. Dat is niet investeren in de toekomst. Investeer in het mbo. En investeer juist in mbo-studenten. Want zij kunnen de schulden niet gebruiken. Met zo'n schuld gaat bijna de helft niet doorstromen naar het hbo. Dit gaat ten koste van de kenniseconomie. Iedereen moet kunnen studeren in Nederland die de ambitie en het talent heeft. Niet alleen degene met rijke ouders. De uitrol moet worden aangepakt. Talent wordt verspild. Begeleid studenten op een goede manier en leid ze 4 jaar lang door een goede studie heen. Laat het onderwijs niet leeglopen. Pak ook de overvolle collegezalen aan. Studeren moet echt uitdagend zijn. Kies voor de toekomst. Kies voor jongeren.